Welkom op de boekvoorstelling van Bye Bye Art, de vermarkting van kunst en cultuur. Filosoof Robrecht van der Beke heeft het bij elkaar getikt en EPO gaf het uit. Mijn taak is namens de uitgeverij zorgen voor een inleiding. Meestal doet men dat door bijvoorbeeld langs zijn neusweg te melden dat de auteur zo net de Parnassus heeft beklommen en dat hij voortaan door het leven gaat als literaire reus. Zo'n grote woorden worden bij inleidingen wel vaker uitgesproken. Ik sta op het punt om daar grondig van af te wijken. Niet omdat Robrecht het niet verdient om op het schild gehezen te worden, integendeel. De manier waarop hij de vermarkting van cultuur schetst verdient alle lof. Bij mijn weten is zijn boek uniek in ons taalgebied. Na lectuur snap je dat er geen halfslachtige opvatting mogelijk is. Niet zoiets tussen de twee, eens naar links en eens naar rechts van de os op de ezel. Want als de markt wint, verliest de cultuur en omgekeerd. Nee, als ik wil afwijken, komt dat omdat er met Robrecht zelf, cultuursocioloog Pascal Gielen en PvdA-voorzitter Peter Mertes, een eminent panel, klaar zit, of bijna klaar zit, dat zijn diepste gedachten over het boek zal geven. Zodat het misschien interessant is dat mijn inbreng, mijn introductie, een aanvulling is. Want Robrecht heeft het in zijn boek niet over het boekenvak en laat dat de sector zijn die wij bij EPO het beste kennen. De parallellen zijn enorm. Ik neem er even de flaptekst bij. Vervang in die flaptekst kunst en cultuur door het boekenvak. Vervang Boomba en de clown van McDonald's door pakweg 50 tinten grijs en Jeroen Meus, en je hebt een haarscherpe stand van zaken van de sector. Je zou dan iets kunnen krijgen zoals de vermarkting van het boekenvak is meer dan 50 tinten grijs en de dagelijkse kost van Jeroen Meus. De crisis gaat dieper. Boeken zitten in de greep van het marktdenken. Boeken worden koopwaar. De schrijver een merk, de lezer een klant. Uitgeverijen gedragen zich als bedrijven, vechtend om marktaandeel. Het cultuurbeleid ziet de boekensector als economie. Alsof dat allemaal nog eens bevestigd moest worden, verstuurden we op de uitgeverij het persbericht van Bye Bye Art precies op de dag dat het bericht binnenwaaide dat WPG, Davidsfonds en Infodoc overneemt. WPG, dat is, mocht u het niet weten, de moloch die onder andere Manteau en Standaard Uitgeverij in zijn portefeuille heeft. De reus die met 6 titels de boekentop 10 van deze week domineert. De imprints Davidsfonds en Infodoc blijven voorlopig bestaan, meldde knak.be. En het personeel mag vanuit zijn Leuvense stek aan de slag blijven. Wie gelooft dat dat ook zo blijft, laat zich met Lisbeth aanspreken. Vaak is het een sluipend proces. 1 of 2 jaar na de overname stelt de concerndirectie de nieuw overgenomen uitgeverij voor de eigen behuizing te verlaten en in te trekken in dat andere pand van het concern. De rest mag u zelf invullen. Ja, het gaat snel in boekenland. Een paar weken geleden verkocht André van Halenwijk zijn uitgeverij nog aan Pelkmans. Pelkmans was tot vorig jaar bij het grote publiek, terecht of onterecht, bekend als de huisuitgeverij van de N-VA. Maar verleent sinds een paar maanden ook onderdak aan Harold Polis. Er wordt nu al volop gespeculeerd. Of zoals Knak het noteerde, benieuwd of Lano ondertussen ook een overname voorbereidt. Die tendens richting monopolisering, dames en heren, zorgt voor een diepe malaise. Eind jaren 90 bond Hugo Fransen, die zo dadelijk het debat zal leiden, met zijn essay Het genaaide boek, gepubliceerd in het NWT, De kat de bel aan. Het probleem is sindsdien alleen maar scherper geworden. Enkele tientallen boeken in mega-oplages en daarnaast duizenden boeken die vrijwel door niemand gelezen worden. Dat is het boekenlandschap van vandaag. Het gevolg is dat heel veel onderwerpen eigenlijk onbespreekbaar zijn. Talloze misstanden worden gewoon geen nieuws gevonden. Andere zienswijzen worden gemarginaliseerd. Een treffend voorbeeld, een van de vele uit onze eigen stal, vind ik de Grote Klassenoorlog, geschreven door historicus Jack Powells. In dat boek stelt Powells dat de Eerste Wereldoorlog niet alleen een verticale oorlog tussen landen en bondgenootschappen was,
maar in elk land ook een horizontale oorlog tussen de bovenklasse en de onderklasse. De pers negeerde het boek totaal. Toen ik daar op de boekenbeurs een prominente journalist van de Standaard over aansprak, riposteerde hij dat het boek van Pauwels, en ik citeer, een zeer straf boek was. Maar helaas, hij kon het niet bespreken in zijn krant wegens te ver van de mainstream. Het boek dacht, met andere woorden, niet over de Eerste Wereldoorlog wat het volgens de heersende ideeën moet denken. Of hoe in een maatschappij die zich vrijdenkt, het denken wordt gecontroleerd. Tussen haakjes, ook in de sector van de boekhandels komt de macht meer en meer in handen van de grote winkelketens. Ook die beweging is al een hele tijd aan de gang. Heel toevallig had ik deze week op EPO een verslag in handen van een berucht telefoontje uit 1998. Het ging van de grote baas van de Standaard boekhandel naar EPO. De Groene Waterman in Brussel gaat dicht, lees je in de notulen van het telefoongesprek. Het was in de periode dat de Groene Waterman ook nog een winkel had in Brussel, uiteraard. Dus de Groene Waterman in Brussel gaat dicht, zei de chef van de Standaard boekhandel. Wij hebben de oorlog gevoerd en wij hebben hem gewonnen. Maar dat is natuurlijk niks om te lachen. Wij vinden het erg voor u. We willen komen praten over de overname van de Groene Waterman in Antwerpen. Want we gaan in ieder geval de oorlog verder zetten, zoals u intussen heeft gemerkt. Want er is geen plaats voor 4 boekhandels in Antwerpen en Akko zit ook al flink in de problemen. U heeft de keuze. Ofwel voert u verder oorlog, ofwel verkoopt u ons de winkel in Antwerpen. Voor de volledigheid, Frans Schotten, want zo heet die man, heeft zoals u ziet de Groene Waterman nooit uit Antwerpen weggekregen. Dames en heren, EPO ziet boeken zoals timmermannen hamers, als werkinstrument om op een nagel te kloppen, om een debat te voeren, om ons te mengen in de ideeënstrijd. Dat geldt, en daarmee rond ik af, uiteraard ook voor Bye Bye Art. Maar toch is dit boek voor mij een beetje anders. Het steekt ons, het steekt iedereen die koppig tegen de stroom in blijft roeien, een hart onder de riem. Wij zijn Robrecht, de auteur, de literaire reus, bijzonder dankbaar daarvoor. Ik geef Robrecht graag zelf het woord. Voilà. Merci Thomas voor de mooie woorden. Dames en heren, welkom in de Groene Waterman. En aangezien ik hier werk, hierboven, vind ik het dus best prettig dat ik hier nu ook een boek in het rek kan duwen. Wat zeg ik, in de vitrine kan leggen. Ik zal het tijdig bijbestellen, dat wil ik Thomas al meteen beloven. Ik dacht... Het is 1250 exemplaren te gaan, daarna is het boek gratis, of misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Bon, ik zal het dus over dit boek hebben, zonder de pittige details te verklappen. Om te beginnen een bekentenis. Het is niet evident om eerst wel overwogen een betoog op papier te zetten om daarna op tour te moeten met een praatje dat het snel even samenvat. Want voor je het weet, jawel, raak je dus verstrikt in marketing. En dat was dus iets dat ik aanklaag. Thomas had het al over de boekenbusiness. De gedachte dat je al onmiddellijk met marketing bezig zou zijn, illustreert tegelijk hoe dominant eigenlijk dat marktdenken vandaag is. We bekijken alles al snel binnen een marktlogica of willen ons erop betrappen. En daarmee zitten we meteen bij het onderwerp van dit boek. Is het voorstellen van een kritisch boek een promo? Ja, natuurlijk. En het enige dat ik eigenlijk kan tegenwerpen, is dat het nog altijd om een boek gaat en niet om shampoo of een expresso-apparaat. En ik wil eigenlijk ook geen boek verkopen, maar eerder een boodschap. Het is een boek met een missie, waarvan ik de opbrengst en ook de kosten, Thomas, op rekening laat van EPO. Want ja, dat is tenslotte een van de zeldzame uitgeverijen nog met een maatschappelijk doel, maatschappelijk engagement als doel. En ik vind het dus geweldig dat deze titel daar verschijnt. Ik vind het ook geweldig dat zowel Peter Mertens als Pascal Hielen de tijd vonden om dit boek aan een eerste publieke test te onderwerpen.
Welkom dus, Pascal en Peter. Pascal Hille is een notoir cultuursocioloog die zowat over elk nieuw onderwerp in de beeldende kunsten meteen een naslagwerk uitwerkt. Dus als het relevant is, dan schrijft Pascal daar een reader of een boek over. Hij doet dat ook altijd met een heel kleurrijke cover. Hè. Dus ik heb hier een overzicht gemaakt, want Pascal had mij ook aanbevolen om een PowerPoint te maken. Dus bij deze. Welkom ook Peter Mertes, ook een kleurrijk figuur. Vanmorgen nog op de televisie en nu in De Groene Waterman. Bestseller-auteur, ook een schrijver van de meest gelezen artikels op knak.be. En ook voorzitter van wat heet een centrum-linkse partij. Want tenslotte weinig radicalen, een partij die in tijden van waanzinnige ongelijkheid en afbraakpolitiek pleit voor een minimale vermogensbelasting. Dus Peter, in de volle sociale strijd, dat je toch de tijd vindt om mee te discussiëren over cultuurpolitiek, dat zegt veel. Dat zegt veel over u, maar dat zegt ook heel veel over het belang van cultuurpolitiek. Dus ik ben ook heel benieuwd naar uw mening hierover. Enfin, tot nu toe lukt het mij om niet te herhalen wat in het boek staat. Wat ik al vast wel kan zeggen, is er staat geen voorwoord in. Dat zou al dus EPO toch niets toevoegen dat er nog niet in staat. Er staat ook geen dankwoord in, want stel u voor dat ik iemand vergeet. Ik ben natuurlijk heel veel mensen dankbaar, ook mensen die hier aanwezig zijn, voor de steunende input, de discussies, de occasionele ruzies. Het was allemaal ontzettend nodig om dit beestje in de kooi te krijgen. Van mijn vriendin kreeg ik de niet mis te verstaande boodschap dat ik mij vooral niet te veel moest uitsloven in het ritueel van de dankbaarheid. Ik kreeg wel een speakbriefje mee uit een boek dat ze las, dus laat ik daarmee beginnen. Dankwoorden. Een boek dat eindigt met een dankwoord, dat is meestal smullen geblazen. Ineens blijkt de schrijver, voor wie je bijna respect had gekregen, een labiel weekdier, dat alles nooit voor elkaar had gekregen zonder de hulp van duizenden mensen die zich toevallig in de omgeving van die persoon bevonden. De ouders, voor hun nooit aflatende steun. Iedereen bij de uitgeverij, die elke keer als de schrijver er helemaal doorheen zat met oplossingen, kwam zoals een ongebruikt zomerhuisje waar het emotionele wrak in moest gaan zitten schrijven. Vrienden, die ook in het midden van de nacht opgebeld konden worden over het boek of over de gruwelen van het leven in het algemeen. En waarop de zetel overnacht kon worden als de eenzaamheid van het schrijven de schrijver te veel werd. En natuurlijk de partner, zonder wie er überhaupt niets mogelijk was geweest in het leven. Het is natuurlijk allemaal waar, maar waarom moet dat in het boek? Ook altijd vreemd, ik heb alles aan anderen te danken, maar als er fouten in mijn boek staan, zijn die natuurlijk heel voor mijn rekening. Ja, dat mogen we hopen. Bij iedereen het bankstel vol janken en dan nog verwachten dat ze de fouten voor hun rekening nemen. Ik dacht het niet. Ik heb nooit zo'n zomerhuisje aangeboden gekregen, maar toch bedankt aan iedereen. En jullie weten wel wie jullie zijn voor alles. Bon, dit gezegd zijnde wil ik het boek op verschillende manieren toelichten. Te beginnen met de ontstaansgeschiedenis. Want waarom heeft dat nu allemaal zo lang geduurd? Dat verhaal is op zich eigenlijk al een inleiding, dus ik spring even terug in de tijd. In de aanloop van de verkiezingen in 2012 vroeg Wouter Hillaert van Recto Verso of ik de cultuurprogramma's van de verschillende partijen wou vergelijken. Bij de verkiezingen in 2010 was er immers geen aandacht voor cultuur en dat moet natuurlijk anders. Hoewel dat de periode was dat Bart De Wever in de krant fel uithaalde naar de kunstwereld, bleek tot mijn verbazing dat bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma van SPA Groen in Gent, in zaken city marketing en het cultuurbeleid van Europa of het belang van private financiering en creatieve economie, principieel niet veel verschilde van het programma van N-VA of Open VLD. Ik noemde het daarom een keuze tussen Pepsi en cola en daarmee was de discussie over de cultuuragenda's meteen op het agenda gezet. EPO contacteerde mij kort daarna of ik er geen boek over wou maken en dat was redacteur Jos Hennes. Die is nu al op pensioen.
Maar bij EPO betekent dat eigenlijk dat ze vanuit de passie voor hun vak gewoon verder doen. Ik kwam in het voorjaar 2013 met een eerste versie en daar stond te veel in en te weinig. En ja, eigenlijk ook nog eens veel te veel en veel te weinig. En als ik daar nu op terugkijk, kwam ik eigenlijk niet verder dan het poneren van bepaalde belangrijke stellingen die nu ook nog in de laatste versie zitten, maar dan eigenlijk zonder afdoende betoog en in een los verband samengezet. Het was dus allemaal, als ik het zelf, of het zat eigenlijk allemaal wat onder een glazen stolp, geschreven eigenlijk specifiek voor de kunstwereld, een publiek van pakweg 300 mensen. En daar kan je dus geen boek voor maken, had ik begrepen. Het goede aan die eerste versie was wel dat ze de aandacht van een andere gepensioneerde EPO-redacteur had gewekt, Hugo Fransen. En ja, dat was het begin van bijna wekelijkse discussies over kunst, over politiek en economie. En zelden heb ik, dat moet ik toch even benadrukken, in mijn academische loopbaan zo'n oprechte en solidaire onderzoeksdynamiek meegemaakt. Het blies ook bij UPO, bij Hugo liever, en de enthousiastelingen van wat bij EPO de Koekjesclub heet het vuur voor cultuurpolitiek verder aan. Terugblikkend kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik heel veel plezier heb beleefd aan het voorbereiden van dit boek en het uitwerken ervan. Dat verklaart misschien ook de vertraging. Ondertussen was het bijna zomer 2013. Ik las de documenten van het nieuwe cultuurprogramma van Europa, Creative Europe, dat toen dus in de maak was. Dat is eigenlijk een heel donkerblauw programma, maar toch met een heel kleurrijke camouflage. Ik viel bij wijze van spreken van mijn stoel, want terwijl vrijwel de hele kunstwereld eerder positief stond ten aanzien van het lopende Europa-beleid, afgezien van het te kleine budget, las je hier de blauwdruk voor een radicaal neoliberaal programma. Ik schreef er toen opinies over, onder andere in De Leeswolf, maar dat tijdschrift is intussen weggesaneerd. En ja, de kunstenaars en zakelijk leiders van cultuurhuizen die ik goed ken, die reageerden daar toch behoorlijk zenuwachtig op. Laat ik maar gewoon zeggen hoe het was. Ik botste op een ontkenningscultuur. Na zomer 2013, cultuurminister Schouwvliegen ging haar laatste jaar in en de stiefmoeder aller verkiezingen stond voor de deur. In overleg met EPO besloot ik dit boek over de verkiezingen heen te tillen. Dan komt het boek uit als er een andere minister is en als dat nieuw Europa-beleid neerdaalt. En vooral, dan wordt het niet meteen weggezet als een links pamflet, een verkiezingspamflet. En dat het dus na de verkiezingen meteen is afgeschreven. Najaar 2013 was een boeiende tijd. Samen met Wouter Hillaert en de ploeg van Recto Verso, Campo Gent en Koen Brams werkten we een debatreeks uit over kunst- en cultuurbeleid. 4x4 kiezen is een kunst. En opnieuw was het eigenlijk een poging om het cultuurbeleid op het verkiezingsagenda te krijgen en deze keer met meer succes. Ondertussen was Hugo volop in de weer met de nieuwe actie samen met platform Niet in onze naam en de petitie Red de cultuur. Sensibiliseren de cultuursector voor de kaalslag van dat Europese cultuurbeleid. Het zorgde ermee voor dat de kunstwereld alert werd voor dat neoliberale beleid. Na de verkiezingen van mei 2014 schreef ik nog het artikel Hoe kiezen voor kunst, waarin ik uitleg waarom we zeker ook miserie konden verwachten als Open VLD de cultuurminister levert. En intussen weten we helaas dat dat dus het geval is. Zomer 2014, het was ook de zomer van de cultuurstrijd van Les Intermittents in Frankrijk. En ja, die ontregelde menig zomerfestival om de precaire situatie van de flexwerkende cultuurwerker onder de aandacht te brengen. Dat betekent ook dat collectief tegenbewegen over de muurtjes heen, dat dus wel degelijk wel kan. Dat inspireerde Hugo en Wouter om in ons land de troepen te verzamelen voor de burgerbeweging Hart boven Hart, met succes. Gisteren was er hier vlakbij de derde hartslagdag. Sindsdien passeerde het regeerakkoord, de beleidsnota van cultuurminister Gats en ook zijn visienota. En daarin verwijst Gats ons door naar wat heet een witboek voor alternatieve financiering. Een consultancybureau is dat momenteel aan het uitwerken. Dat loopt vertraging op, wellicht omdat het onbegonnen werk is wat scheef staat recht te praten. Je moet dan zoeken naar goede voorbeelden en die zijn heel dun gezaaid. Ik heb al wel de tegenargumenten klaar, als ik dat enigszins pretentieus mag zeggen. En de minister animeert ondertussen zijn publiek wel met een retorisch boekje. Bekentenissen van een cultuurbarbaar, om eigenlijk denk ik de aandacht een beetje af te leiden. Of met provocaties waarmee hij de internationale pers haalde, The Guardian bijvoorbeeld.
Bon, dit stukje ontstaansgeschiedenis leert hoe mijn studieonderwerp in volle beweging zat en dat het dus een uitdaging was om de grond van de zaak in de kaart te brengen en zonder al te haastige conclusies. En voor wie mij kent, ik heb graag dat vooruitga, was dat dus niet evident. Dat brengt mij tot een tweede inleiding, de opzet van het boek. Er staan 13 hoofdstukken in en onderweg zijn er een paar geschrapt en een en ander is gegroepeerd in belang van de focus en de leesbaarheid. Elk hoofdstuk bevat een afzonderlijk onderwerp en een toegericht betoog. En dat is alles ingedeeld in 3 delen. Ik zal dat even kort overlopen. Te beginnen met deel 1, de cultuurstrijd. Dat focust op de impasse waar kunst en cultuur vandaag eigenlijk in zitten, zoals er zijn de afbraakpolitiek, de crisis van de kunsten, een verbeeldingscrisis, zeg maar. Maar ook hoe die impasse een tegenbeweging op gang brengt. Want steeds meer kunstenaars en cultuurliefhebbers denken opnieuw na over wat de rol van kunst en cultuur en ook de rol van kunstenaars in onze maatschappij kan zijn. Hier leg ik ook uit waarom die vermarkting nu juist een probleem is. Ik overloop een reeks argumenten pro-vermarkting en geef aan waarom ze tekortschieten. En daarna bespreek ik 3 structurele problemen van die vermarkting. Ik zal ze even aanstippen. Er is ten eerste het probleem met de structuur van de marktwerking zelf, zoals de logica van vraag en aanbod. Die knijpt de creativiteit en de verscheidenheid van de kunsten af. Ten tweede, een marktgericht cultuurbeleid leidt tot een bureaucratisch en tegendoelmatig management. Noem het een ondemocratisch monster, waarbij publiek goed in private zakken verdwijnt. En Pascal Hiele vat dat treffend samen in de term repressief liberalisme. Ten derde, de marktlogica jaagt een dolgedraaide meritocratie aan en dat maakt van kunstenaars louter concurrenten. Sommigen halen de top, wat dat ook mag betekenen, en mogen langs de erehaag van de media. De anderen zitten in een race to the bottom en moeten aanschuiven in een lange rij van het precariaat. Dat ze hun plan trekken, dat ze maar creatief zijn. Deel 2, getiteld De grote aanvaarding, zet een stap verder. De crisis van de kunsten waar ik over sprak is niet zozeer een probleem van inspiratieloze of ontspoorde kunstenaars. Die crisis komt voort uit een algemene ideologische impasse, want kunst is immers gewoon een spiegel van onze tijdsgeest. En in dit deel probeer ik dus zicht te krijgen op die ruimere horizon, wat geen evidente oefening was. Dat is tevens wat ik met die glazen stolp bedoelde. Veel reflecties over kunst- en cultuurbeleid die zweven wat boven de realiteit. Ze zijn wat losgekoppeld van wat er echt op het spel staat, tenminste volgens mij. Het probleem is, we botsen op een systeemcrisis die, en dat inzicht moet eigenlijk een vertrekpunt zijn, willen we uit dat liberale dwaaldenken geraken en alternatieven kunnen verbeelden die effectief ook een alternatief zijn. Vandaag wordt er gelukkig terug progressief gezocht. Het kleine verzet kiemt overal, bottom-up, ook in de kunstwereld. En steeds meer mensen bedanken voor dat cynisme en dat fatalisme. Ze trekken zich los uit die grote aanvaarding. En die mentaliteitswisseling of die mentaliteitsverandering is aanstekelijk, want veel mensen willen een verzetje hoger en ze willen dat ook samen doen. Kortom, die tweede deel is een beetje de brug tussen het eerste deel over kunst en het laatste deel over cultuurpolitiek en het schetst zowat de ruimere politieke achtergrond. Deel 3, tenslotte, de grote uitverkoop. Dat is het meest technische deel over het cultuurbeleid. Niettegenstaande heb ik wel moeite gedaan om u van enig leesplezier te voorzien zonder al te lange uitweidingen. En dat verhaal dat begint bij het nefaste Europabeleid, die uitverkoop. Dat gaat over het uitrollen van wat ik de sloopinstrumenten noem, met name tax shelter, crowdfunding als beleid, privaat-publieke samenwerking, fiscale aftrekbaarheid. En die instrumenten die lijken op het eerste gezicht misschien wel oké, want ze brengen geld in de schuif, maar ik leg uit waarom dat zeker niet zo is. Het zijn ook net die sloopinstrumenten die Gats met zijn witboek wil promoten. En dat komt kort gezegd neer op een hold-up op de economische onderbouw van onze cultuursector die decennia lang met veel zorg en gemeenschapsgeld is opgebouwd. Dit deel bespreekt ook het problematische cultuurbeleid van Gats. En daar ontdekt u een heel ander beeld dan dat van de minister als de zogenaamde links-liberale kunstminaar. Zijn beleid, de blauwe lente van Gats, is een neoliberaal offensief dat eigenlijk, als je de,
de citaten vergelijkt of de teksten vergelijkt, dezelfde retoriek hanteert als Thatcher. Ook zij wou zogezegd veel meer doen voor kunst en cultuur, maar helaas, de economie sputtert. It's the economy, stupid. Dat besparingen, transfers van zorg en cultuur naar een gunstbeleid voor het grootbedrijf zijn, daar zweeg ook Thatcher over. En dat die economie dringend helemaal anders georganiseerd moet worden, willen we uit de crisis geraken, dat is ook voor Gats een taboe. Het verschrikkelijke effect van zijn beleid zal de volgende jaren duidelijk worden. Te beginnen met mei 2016, want dan weten we welke cultuurorganisaties de deuren moeten sluiten. En Gats zal ook dan zeggen, ik vind het ook erg, maar we moeten, maar wie alleen een politicus in goede tijden wil zijn, is geen goede politicus. Alsof je ook in slechte tijden geen goed beleid kan voeren. Alsof die slechte tijden op zich geen onmiddellijk gevolg zijn van het huidige beleid. Om nog een voorbeeldje te geven van het gladde discours van onze minister. Een andere standaardrepliek gaat als volgt. Hè. Voor de ene ben ik te links en voor de andere ben ik te rechts. Alsof een politieke positie een relatief begrip is afhankelijk van het publiek waar je voor staat. Ja, het huidige cultuurbeleid dat kan inderdaad nog rechtser. Maar een beleid dat besparen, vermarkten en privatiseren als heilige drievuldigheid neemt, is onmiskenbaar een rechtsbeleid. Het laatste hoofdstuk tenslotte, de verbeelding aan de macht, tekent zichtlijnen uit voor een alternatief. En ik bespreek enkele breekpunten voor een progressieve cultuurpolitiek. Zoals het belang van cultuureducatie, van meer kunstkritiek die aandacht heeft voor het ideologische. De nood aan soevereine kunstenaars en nog zo een paar. Vooruitlopend op de voorspelbare kritiek erop, noem ik het al meteen het rode boekje van het cultuurbeleid. Want ja, u merkt het, ik probeer u hier een boek te verkopen. Nog snel even een derde inleiding, los van de ontstaansgeschiedenis en de opzet. Wat maakt die insteek van mijn kritiek nu specifiek in filosofisch opzicht? De rode draad door die 13 hoofdstukken. Ik denk dat er een essentieel schema is dat we vandaag voor ogen moeten houden. Omdat de cultuurstrijd gaat tussen twee visies op samenleven en cultuur. De eerste visie werd door de kerstverse cultuurminister in 2014 mooi samengevat. Een citaat. Kunst en cultuur zijn ontzettend belangrijk, maar ze dienen eigenlijk tot niets, behalve de algemene tevredenheid. En dat is dus nu net die marktconforme visie die de kritische kracht van kunst onschadelijk maakt. Het is het oude idee van soit drôle ou tais toi. Daartegenover moeten wij een humanistische visie op de samenleving verdedigen, waarbij de emancipatie van de hele bevolking het uitgangspunt is. Kunst en cultuur maken van zo'n progressief project een onmisbaar deel uit. En daarom begint de cultuurstrijd ook daar, bij die cultuurbeleving zelf, bij de verdediging van een andere visie op cultuur. Het gaat er dus om onze samenleving terug te eisen van de markt, voordat kunst en cultuur alleen nog te vinden zijn in de Apple Store. En een treffend voorval in deze context is dat Open VLD eigenlijk nooit cultuurpolitieke opinie schrijft, met uitzondering van een stuk in De Morgen in 2012, geschreven door Gwendoline Rutte, Jean-Jacques de Gucht, de zoon van Herman Schuremans, de man van Thoraut Werchter, die kort daarna uit de politiek stapte en ook gewoon zijn mandaat liet vallen. Nu, u gelooft het niet, die opinie die begon eigenlijk met een verwijzing naar een reclamespotje van Apple uit 1997, Think Different. Dus ja, deze auteurs, deze liberalen, halen niet alleen hun inspiratie bij een reclamebureau, ze stellen het ook als een voorbeeld, hè, als het licht voor de toekomst. Dat is dus net die cultuurstrijd. We worden platgedrukt door een culturele hegemonie van een marktconform denken, waarbij publieke visie samenvalt met de retoriek van reclame. En het is aan ons om een progressieve tegenhegemonie vorm te geven als pushback, om een woord uit het huidige beleid te gebruiken, tegen dat verlammende en eendimensionale denken. Het publieke debat over die clash tussen die twee visies op cultuur en samenleving, dat loopt gelukkig al. En dat zal ook alleen maar toenemen als onze beleidsmakers nog meer op die vermarkting aansturen, waardoor de verscheidenheid en de vrijheid van kunst en cultuur nog meer onder druk komen te staan. Kortom, de toestand is kritiek, maar gaandeweg bij het uitschrijven van dit boek kwam er ook veel goed nieuws.
het draagvlak om samen een alternatief uit te werken groeit. En je ziet dat in de programmakeuzes van onze cultuurhuizen. Je hoort het aan de stelling namens die op onze podia aan bod komen. En je ziet het ook aan het volk dat op straat komt, bijvoorbeeld in Oostende onlangs. Afsluitend een concreet voorbeeld. Volgende zondag is er een actie in Warette Cultuur, Hart boven Hart, Pen Vlaanderen en ook de Groene Waterman. Dichters die trekken dan naar het Delweidedok in de Antwerpse haven om de gedichten van de dichter Ashraf Fayad voor te lezen. Want de Saoedische regering, onze bondgenoot, heeft die dichter ter dood veroordeeld voor het schrijven van een gedicht. De tijd tikt voor deze dichter, dus als u volgende zondag nog geen plannen hebt, hierbij al meteen een oproep. Bedankt voor uw aandacht en vergeet vooral het boek niet te kopen. Ik ben benieuwd wat het vervolgprogramma is. Ik denk dat er Pascal misschien nu een repliek, of Peter een repliek wil geven. Ja. Als je werkt, dan moet je ook alles doen. Hè. Goedemiddag iedereen. Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Het is trouwens echt goed geschreven, vind ik. Vind ik geen detail. En het is ook niet alleen voor mensen die helemaal verdiept zijn in de kunstensector of in de cultuur. En dat vind ik ook al een proces van democratisering. Volgens mij is taal ook een kwestie van democratie. En als je de ambitie hebt om een groter publiek te bereiken, dan heb je ook tegelijkertijd een democratisering. Ik ken dat meer vanuit het andere domein, de economie. Ik merk heel vaak dat er bij economische wetenschappers en bij mensen die van alles willen vertellen, een soort jargon wordt gebruikt, maar eigenlijk om een andere visie uit te drukken. En dus als je probeert te vertalen en te hertalen naar een breed publiek, dan democratiseer je ook het debat. En ik denk dat Robrecht daar in is geslaagd, want ik heb bijna alles begrepen van zijn boek. En dan denk ik, als ik dat kan begrijpen, dan zal dat ook wel voor een groot publiek mogelijk zijn. Even waarom ik het zelf belangrijk vond om het toch te doen, is omdat cultuur en kunst, die trouwens niet sterk van elkaar worden afgebakend in het boek waar ik blij voor ben, maar dat cultuur natuurlijk wel in het DNA van de mens zit. Hè. Dus die laatste dia die je liet zien van Sven Gats, waarin staat cultuur dient tot niets. In mijn ogen, zelfs als een liberaal, is dat een schandvlek om dat te zeggen. Want normaal, als je een aantal humanistische principes verdedigt, dan weet je dat cultuur beschaving is en dat dat even noodzakelijk is als alle aspecten van materiële vooruitgang. Onlangs las ik nog dat iemand die bijvoorbeeld piano kan spelen en piano leert op jonge leeftijd, dat de globale intelligentie, sociale intelligentie, maar ook cognitieve intelligentie van mensen die vroeg piano en muziek leren, dat die groeit. Dus ik denk cultuurbeleid of cultuureducatie in de brede zin van het woord zou eigenlijk een beginpunt van onze samenleving moeten zijn. En dat ondersteun ik zeker in het boek. Als je het dan hebt over de cultuurstrijd, dan vind ik dat die strijd tussen die twee visies op cultuur, die verbonden is met twee visies op de samenleving, dat die goed beschreven is. Want ik denk inderdaad, als cultuur ook in de brede zin van het woord mee borg moet staan of een belangrijk onderdeel is van emancipatie, van democratisering, wat het trouwens in mijn ogen altijd is geweest, ook in de progressieve beweging. Toen de arbeidersbeweging hier in ons land begon,
is men begonnen met coöperatieven rond de eenvoudige zaken, rond brood. Hè. Dat was de bakkerij Vooruit. Maar tegelijkertijd heeft men rond die Vooruit ook fanfares opgericht, ook filmclubs opgericht en ook leesclubs opgericht. Mensen leren lezen en schrijven. Arbeiders die tot dan toe te dom om te horen donderen werden genoemd door alle anderen. En dus heel die emancipatiebeweging, ik heb het dan over de 19e eeuw, had ook altijd een cultureel aspect. En ik denk dat we daar een beetje terug op zoek moeten en dat dat boek daarbij helpt om een symbiose te hebben tussen de brede progressieve beweging en ook de emancipatiekracht die toch in kunst en cultuur zit. En daartegenover staat inderdaad een heel enge marktvisie die op veel vlakken terugkomt. De visie om alles te commercialiseren, de visie om alles in marktdenken en in prijs en in handelswaar uit te drukken. Dus ik heb toen ik het debat in de Boula was dat, denk ik, tijdens de verkiezingen rond cultuur had. Zei Noël Slange, die daar was voor de Open VLD. Zo is het toch, Open VLD, ja, Open Liberalen. Zei Noël Slange, hij heeft, dat is een man van het reclamebureau, citeerde hij... dat is waar, hè? Heel oprecht, ja. Ik zeg toch niks verkeerd. Dan citeerde hij Andreas Tires van de Think Tank Liberalis. En het pleidooi van Thérèse, ook in de krant toen was, of in de magazine was, om alle subsidies voor cultuur terug te schroeven. Hè. Dus vanuit hetzelfde idee van het tient eigenlijk tot niets. En hij gebruikte daar een heel interessant woordje, namelijk er is te weinig return on investment in de maatschappij. En dat denken, een van mijn drijfveren voor mijn engagement, is om daartegen in te gaan. Want ik vind een progressieve beweging, die heeft het niet over return on investment, maar on return on society. Wat levert het de gemeenschap, de samenleving op lange termijn? Want in diezelfde logica van return on investment bouwt men ook onderwijs af, bouwt men ook zorg af. Terwijl elke euro die je investeert in onderwijs, in kunst, in opvoeding, maar ook in sport en zo verder, dat op korte termijn misschien ambetant is voor de balans en de jaarrekening, maar op lange termijn wordt uw samenleving daar beter van. Als je nu investeert in educatie en ook cultuureducatie, dan is dat op 10 jaar tijd te zien in uw samenleving. Dan wordt uw samenleving er rijker van. En dus dat is de tweede visie die erin staat. Een heel korte termijn denken, het beursdenken, het kwartaaldenken, dat alles vermarkt en alle creativiteit platdrukt onder inderdaad een monocultuur. Ik heb heel veel geleerd uit het boek De Voorbeelden. Ik denk in de inleiding heeft Thomas Lomart van EPO dat ook nog eens gezegd. Hoe dat je monopolisering krijgt en hoe dat je dus eigenlijk heel weinig vrije markt hebt. De vrije markt leidt tot die monopolisering. En dus je hebt eigenlijk een publieke visie op kunst nodig. Ik ondersteun dat helemaal. Heel interessant, ik ga bijna afsluiten, maar heel interessant vond ik ook het hoofdstuk over Europa en de dia die je liet zien van Creative Europe. Hoe dat dan niet alleen de mainstream idee is, de hegemonische ideeën van vandaag om alles te vermarkten. Maar blijkbaar heeft men toch niet zoveel vertrouwen in de eigen culturele hegemonie dat de markt alles beter doet. En wil men toch nog eens een aantal regeltjes vastleggen. Hè? Want dat is dat document van moesten jullie eraan twijfelen, cultuur moet toch vermarkt worden. Hè? Dat is de gids daarvan. En dan ga je heel rare debatten krijgen in de toekomst. Ik zat vanmorgen in de zevende dag helemaal rond iets anders, rond het statuut van de havenarbeider, samen met Flip de Bakker van de Open VLD. En die zei dan, ja, maar ze moeten dat ontregelen. Hè? Want eigenlijk is het hetzelfde soort logica. Je moet alles ontregelen, minder regeltjes. Je moet al die sectoren opengooien en daar de vrije concurrentie laten steken. Maar dat moet nu van Europa, anders gaan we veroordeeld worden. Maar dat is toch fantastisch. Hè? Dus ik ben qua communicatie wel een beetje jaloers op dat soort redeneringen. Want zij keuren dat goed in Europa. Zij leggen dat vast in verdragen. Dus op het ene level. En dan komen ze op het andere level zeggen, het is een natuurwet, het moet nu eenmaal, we moeten meegaan in die vermarkting. En zo skippen ze eigenlijk de ideeënstrijd en de maatschappelijke strijd eruit en doen ze alsof dat dan nu eenmaal een natuurgegeven is. Het moet allemaal vermarkt worden en dat moet. Dus die parallel zie ik ook nog wel echt in andere sectoren en in heel die liberale verdwazing om maar te blijven sectoren open te gooien en te vermarkten. Tot slot dan... uw laatste hoofdstuk vond ik ook super interessant, het rode boekje van de cultuur. Alhoewel, ik ben niet zo'n fan van het woord rode boekje van de cultuur, maar ik vind de voorstellen, om verschillende redenen, maar ik vind de voorstellen wel goed. Ik denk inderdaad dat een cultuurbeleid inderdaad veel facetten heeft.
dat cultuurwerking het beleid opvolgen is, wat de minister doet, wat de verschillende ministers in ons land doen in Europa, maar dat het ook betekent om proberen in de sector die muurtjes, zoals jij dat dan noemt, te overstijgen en samen te werken, vind ik heel, heel sterk. Vind ik ook heel sterk aan wat er bij Hart Boven Hart is gebeurd. Namelijk dat men niet alleen vanuit de kunstensector het verzet tegenover die Vlaamse regering heeft aangegaan, maar dan heeft, dat men heeft gezegd van als wij allemaal apart tegenover diezelfde logica gaan gaan, gaan wij allemaal apart verliezen. En dus laten we proberen te bundelen. En ik denk dat dat echt lang geleden is in dit Vlaanderen dat er zo een verenigend initiatief was. En toen bij de tweede of de eerste hartslag ik samen zat, dan zaten daar rond de tafel van Hart Boven Hart redelijk veel kunstenaars, geëngageerde mensen, ook mensen uit het bibliotheekwezen, ook mensen van de blinde sector, om maar iets te zeggen, mensen van de vakbond, jongeren. En de meerderheid die rond de tafel zat, die hadden nog nooit in hun leven echt actie gevoerd, maar er was een bereidheid om over dat muurtje te kijken en samen te werken. Niet alleen in de actie of de reactie tegenover de regering, maar ook te kijken van welk samenlevingsmodel en welke visie, brede visie op cultuur willen wij nu uitdragen. Dus dat stemt mij hoopvol. De concrete aanbevelingen tot slot steun ik zeker. Cultuur en educatie ga ik er even uitpikken. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat er vanuit de culturele wereld een diversiteit is. Dus je kunt niet cultuur in een bepaalde richting, ook niet in een politieke richting, laat dat duidelijk zijn. Hè. Je moet net die diversiteit omarmen. Maar dat de cultuureducatie een essentiële sleutel is, is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, mijn oudste zoon doet elektromechanica, hij is 18 jaar, zit op Don Bosco in Hoboken. Die krijgt nul cultuur op school, nul. En mijn jongste zoon zit op het Lyceum in Antwerpen. Die gaan naar toneel, die krijgen redelijk veel cultuur. Je kunt er nog over debatteren hoe dat dan loopt. Maar het is fout. En als ik dan spreek met een directeur van Don Bosco, een prachtige progressieve mens is, de eerste reactie is toch heel vaak, ja, maar die gasten zijn er niet in geïnteresseerd. En ik wil dat echt vermijden. Ik bedoel, het is niet omdat je uit een werkmansbroek komt, het is niet omdat je aan de haven van Antwerpen werkt, het is niet omdat je laagbetaalde job hebt, dat je niet in cultuur bent geïnteresseerd. Dus die een band om aan cultuureducatie te doen, en dat is dan meer dan van Altamira tot heden geven, hè, in de school. Ik heb het dan ook over muziek, ik heb het dan ook over sport, ik heb het ook over toneel, ik heb het ook over woord en zelfvertrouwen en zelfrespect en beeldende kunst. Ik vind inderdaad dat het daarmee begint. Op de openbare omroep net hetzelfde natuurlijk. Alle cultuurprogramma's zijn bijna verdwenen. En diegenen die er zijn, zijn vaak voor de ingewijden. Maar ik denk ook dat je ABC-programma's hebt om mensen te proberen opnieuw warm te maken en wakker te maken voor cultuur. En dan kom ik terug bij mijn beginpunt. Cultuur is inderdaad het DNA van de mens. En zonder cultuur ben je inderdaad niets. Dus merci voor het boek, Robrecht. Pascal. Ja, misschien toch even op Peter inpikken. Ik denk ook wel wat heel belangrijk is wat hij zei, is inderdaad die lange termijn. Alleen dat is echt een cruciaal gegeven, denk ik. Dat je ziet in lange termijn, omdat cultuur niet eenmaal is wat je incorporeert, niet door één keer naar een theatervoorstelling te gaan of één keer een boek te lezen, maar door 20, 30 jaar lang in een bepaalde omgeving en een context en ook met cultuureducatie in contact te komen. En ik denk dat dat heel vaak tegenwoordig in politiek beleid vergeten wordt. Hè. Dus een soort van... ik heb zelf ooit een opdracht voor de Vlaamse overheid moeten doen, de waarde van cultuur, hè, een onderzoek, waar je al vasthoudt van oei, oei, wat gaan ze ermee doen, maar vooral ook waarin je ziet dat alle metingen die gebeuren, hè, want ze worden dan echt bewijs, wat is de waarde van cultuur, alle metingen gebeuren eigenlijk heel vaak op een event, hè, want je kan alleen maar meten voor en na dat je naar een tentoonstelling of een voorstelling bent gegaan, maar nooit op lange termijn, dat kan ook, dat heet longitudinaal onderzoek, hè, voor sociologen, 20 jaar, maar daar is geen geld voor en daar is geen politicus in geïnteresseerd natuurlijk in 20 jaar, hè, dit soort van onderzoek. En daar denk ik dat een cruciaal probleem zit, een soort korte termijn denken, waarin men in dit soort van beleid ook nog eens aan dat soort van korte termijn onderzoek, korte termijn metingen, wat we noemen tegenwoordig evidence-based policy, koppelen. Waardoor men eigenlijk alleen maar een cultuurbeleid gaat afstemmen op korte termijn effecten. Evidence-based policy, voor wie het niet weet, komt van Margaret Thatcher. De naam is al gevallen. Ooit om de gezondheidssector te saneren in de UK.
But anyway, ik heb ook iets voorbereid. Laten we het vooral hierover hebben, over het boek van Robrecht. Ik ga een beetje lezen. Ik weet dat het saai is, stukje, maar dan laat ik het ook los. Kom ik met een bepaalde opmerkingen. Het zijn maar twee bladzijden en heel groot uitgeprint. Bye Bye Art, de vermarkting van kunst en cultuur. Van der Beke is recht toe, recht aan. Dat mag al uit de titel van het boek blijken. Hier worden geen doekjes omgewonden. Hoewel Robrecht zich als filosoof had kunnen verhullen achter sofistische gymnastiek, kiest hij voor heldere journalistiek. Geen blad voor de mond en met lak aan de zogenaamde pluralistische pers, want die staat toch enkel maar voor meegaan met kapitaal. Kiest Robrecht voor links met hart en nieren. Daar kan ik alleen maar sympathie voor hebben. De vijand in het boek is dan ook enigszins voorspelbaar. De vrije markt, het neoliberalisme of kortweg het kapitalisme en hoe kan het anders, Sven Gats. De Zwarte Piet is dus gekend. Het is niet dat wat het boek bijster origineel maakt. Soms ook weinig spannend. Want wie leest er nu graag een detectieve waarvan we de dader vooral al kennen en waar we vooral van weten hoe het afloopt? In het geval van Robrecht loopt de schuldige met name nog steeds op vrije voeten. De kracht van Bye Bye Art zit hem dus niet in de spanning. Wel in hoe de werking van iets groots, abstracts, zelfs grotesk, als het kapitalisme, via massa's voorbeelden concreet wordt gemaakt voor Vlaanderen. Daar is Robrecht de detectieve een held in. Zijn analyse van de tax shelter vind ik zelf bijvoorbeeld hallucinant ontnuchterend. Bye Bye Art geeft kapitaal een gezicht. Of beter, het boek brengt het ware gelaat van kapitaal in de kunsten in Vlaanderen naar boven. Met vele voorbeelden, soms anekdotes, soms de anekdotes, maar wat, laat Robrecht bovendien zien hoe snel het kan verkeren. Terwijl ik zelf, ik denk 4 jaar geleden nog, Vlaanderen waarschuwde voor wat er in Nederland allemaal aan de hand was en daarbij hoopte dat het hier toch zo ver niet zou kunnen komen... Tja, helaas. Helaas, na het lezen van Van der Beke, ben ik weer een illusie armer. Het is al zover gekomen. De welvaartsstaat wordt ziendroge afgebouwd en systematisch ingeruild voor een kil neoliberaal beleid dat zich dan niet van shockdoctrine, al dan niet van shockdoctrines bedient. Robrecht laat in detail zien hoe Gats dit allemaal doet. De vele voorbeelden uit Vlaanderen, maar ook uit het buitenland, vaak aangehaald om gebeurtenissen in Vlaanderen juist beter te kaderen of te duiden, maken van Bye Bye Art alvast een rijke bron om de komende jaren uit te putten. Het wordt verplichte literatuur voor mijn studenten. Maar, als ik mag, toch enkele puntjes van kritiek. De volgorde is zo vreemd. De 3 delen van het boek verraden dat al. Eerst gaat het over cultuurstrijd en weerbaarheid, met als protagonist hart boven hart, om vervolgens een analyse te maken van, als je wil, alle bestaansredenen van hart boven hart. Delen met als titel De grote aanvaarding en De grote uitverkoop maken een lezer als mij alvast diep pessimistisch. Terwijl het toch allemaal met een sprankeltje hoop begon, dat boek Hart boven hart. Verbeke lijkt daarmee het adagium van Gramsci, die hij zelf aanhaalt, wel om te keren. Wat was het weer? Pessimisme van de geest, optimisme van de wil, wordt hier optimisme van het intellect, pessimisme van de wil of zoiets. Zwat, ik word er alvast niet echt gelukkig van te lezen van Bye Bye Art, maar dat hadden jullie wellicht ook niet verwacht. En dat was ook wellicht niet de bedoeling van Robrecht. Verbeke stapt daarmee in een traditie van kritische theorie en analyse met Antonio Negri, Michael Hart misschien op kop of als je wil helemaal terug naar Marx. Die literatuur laat zich steeds kennen door bladzijden lange, haarfijne en correcte analyse, denk ik, van hoe de wereld momenteel
draait en hoe hij in elkaar zit. Een analyse die veelal bitter is, maar een analyse waarna vervolgens bitter weinig oplossingen worden geboden. In Verbeke tellen we de oplossingen precies 20 pagina's van de 260, onder andere de cultuureducatie. Maar laat me eerlijk zijn, het is een val. Of is het eerder een stemming waar ik me in mijn eigen geschrijf trouwens ook regelmatig betrap? Heel vaak eindig een boek met een grote kater en denk ik, en nu Pascal, wat ga je de wereld nog verkopen? Wat ga je nu aan positiviteit in de wereld brengen? Na 200 bladzijden of 100 bladzijden bittere kritiek. Zelf word ik daar eigenlijk, ook voor mijn eigen schrijven, soms heel moedeloos van. Maar ik vraag me ook af of de oplossingen die je aanbiedt wel echt uitwegen zijn. Onder andere één uitweg is de kunstkritiek, dat de kunstkritiek onder andere kritisch terug moet zijn voor de kunstwereld zelf en eigenlijk ook kritische kunst of niet-kritische kunst van elkaar moet onderscheiden, laat me het zo zeggen. Ik vraag me of dat niet al te veel leidt naar navelstaarderij en dat het leidt tot een kunstwereld die toch maar weer alleen met de kunstwereld bezig is. Ook eindigen met voorbeelden als Thomas Hirschhorn of Castillo, is dit de uitweg. Als kunstenaars kunnen ze wel een fantastische, en ik ben een grote fan van Hirschhorn, dus versta me niet verkeerd, een fantastische imaginaire uitweg aantonen, maar worden ze zelf vaak gevangen door een kapitalistische logica die ze overigens zelf nodig hebben om protest te maken. Ze gebruiken voortdurend de mechanismen van branding enzovoort in de kunstwereld om tegelijkertijd hun postkapitalistisch standpunt klaar te maken. Kritische theorie, trouwens, wordt meer en meer gecommodificeerd. Ik herinner mij de bookshop van Tate Modern. Daar staan in de bookshop letterlijk, zoals in elke bookshop van een museum, de kunstenaars van A tot Z. Dan de afdeling fotografie, de afdeling Browning. En de enige theorie die er staat te koop aangeboden in de boekenrekken is kritische theorie. Antoni Negri vertelde mij ooit eens dat hij betaald werd, of dat men hem wilde betalen om gewoon aanwezig te zijn op een receptie of een opening van Tate Modern. Maar dat staat tegenwoordig goed. Kritische theorie en ook misschien Bye Bye Art is daarmee eigenlijk zelf een commodity geworden. En het is dat het gevaar, denk ik, wanneer we in de kunstwereld blijven draaien, zoals Thomas Hirschhorn enzovoort, en hier niet buiten treden, dat we eigenlijk zelf terug gecommodificeerd worden. Ik vind het een beetje vreemd. Dat heeft te maken dus met de volgorde van het boek, maar ook de 20 bladzijden slechts waar het eindigt. Omdat eigenlijk heel veel materiaal en heel veel uitwegen die heel interessant zijn om te denken, helemaal in het begin van het boek staan. Met juist de werking van hart boven hart. En Peter heeft het al aangehaald. Ik denk juist die verbreding die in deze beweging zit, is een heel interessant model om na te denken over hoe wij morgen onze vakbond moeten herorganiseren. Hoe wij morgen onze samenleving moeten herorganiseren, onderwijs enzovoort. Want ik denk heel veel problemen die zich afspelen in de cultuursector en die ook aangehaald worden in het boek, zijn bijzonder herkenbaar voor andere beroepsgroepen. Chirurgen, rechters, academici, allemaal hebben ze te kampen met neoliberalisme, met een overkill van kwantiteit. Men moet zoveel dossiers afhandelen, chirurgen enzovoort. Dus ik hoop dat het volgende boek oprecht is, vooral daar ook op ingaat en probeert eigenlijk aan te tonen van hoe bepaalde problematieken, maar ook oplossingen die geboden worden, onder andere door hart boven hart, denk ik, zinvol kunnen zijn voor andere beroepsgroepen, zoals ook chirurgen, rechters en academici. Ik denk als we die slag maken, dan kan zo'n boek like dit nog veel meer de kop inslaan van waar we allemaal op dit moment tegen vechten. Maar al bij al, super dat hier al zoveel voorbeelden liggen en dat de analyse ook voor Vlaanderen zo scherp gemaakt wordt. Misschien is het interessant dat Robrecht gewoon een paar reflecties maakt op die twee bedenkingen. Of is dat niet? Je mag gewoon kort wat u te binnen schiet. Een paar dingen. Doe maar. Ik ga maar nu wegsteken achter een technisch defect.
kom al eens hier zitten. Ik heb het had handig geweest als ik op voorhand had kunnen lezen. Hè. Dan had ik het nu geweten wat ik had moeten zeggen. Ik vond het, ja, het pessimisme zit diep. Dat is ook altijd het probleem als je natuurlijk een probleemanalyse probeert te maken. En je moet vanuit de analyse van een probleem naar een analyse van een oplossing komen. Dus bij die vraag heb je eigenlijk misschien zelf ook het antwoord gelezen. Hè. Lees het boek achterstevoren of begin bij het einde terug opnieuw aan het begin. Maar het is heel pertinent omdat je natuurlijk dat beleid op je ziet afkomen. Dat je de grote vraag eigenlijk moet stellen van hoe kun je daar tegen ingaan. Want dat walst ons natuurlijk volledig achteruit. En voordat je het weet, zijn we er helemaal in vertwijfeld. Dan zit je zelf ook te denken van ja, het is allemaal vermarkting. Het gaat die kant op, je houdt dat niet tegen. Het is een historische noodzaak die uitrolt. Maar ja, ik heb eigenlijk, om misschien terug te koppelen aan iets dat je zelf geschreven hebt, toen Sven Gats net cultuurminister was en de eerste besparingsshock op ons losliet, was er een stuk van u in de Standaard, waarin je zei van, kijk, wat kunnen we nu doen? Wat is een antwoord? En je gebruikte het woord exodus. En ik denk dat dat heel juist is. Tenminste, sommige mensen hebben dat geïnterpreteerd als van ja, je moet niet meer met die politiek bezig zijn, dat gaat niet helpen. Ik denk niet dat dat uw boodschap was. Uw boodschap was eigenlijk vooral, probeert die oriëntatie ten aanzien van het huidige beleid, probeert daar anders een andere verhouding te vinden en probeert eigenlijk zelf terug politiek te worden. En ik denk dat dat, om alles, alles wel beschouwd zo in een grote lijn te zien. Ik denk dat dat ook hetgene is dat ik met het boek heb willen doen. Hè. Dat je dus enerzijds ziet, je hebt die grote aanvaarding, dat fatalisme zit diep. Dat heeft ook te maken met die verbeeldingscrisis, die ook in de kunsten heel hard toeslaagt. Maar daarnaast moet je ook proberen eigenlijk niet individueel achter je schrijftafel, maar moet je op zoek gaan naar in de realiteit naar een beweging die eigenlijk het ding terug doet bewegen. En in die zin voel ik mezelf vrij hoopvol. Hoopvol is iets anders dan optimisme, want optimisme dat is voor de clinic clowns en voor de reclame. Omdat je gaandeweg bij het uitschrijven van het boek merkte ik wel hoeveel dat er eigenlijk wel in beweging komt. En dat gaat heel snel. In mijn eigen ontstaansgeschiedenis van het boek heb ik in het begin gemerkt, kijk, als ik zo met die stukken naar buiten kwam, die was veel te, misschien te emotioneel of te fel waren, dat je een grote afstand voelde ten aanzien van die cultuursector. Dat je zegt, van, mensen reageren daar raar op, hè, ze vinden dat tafelspringerij, ze zijn er niet mee eens. Dus je zit op die ontkenningslogica. En als we nu 2 jaar verder zijn, dan merk ik dat dat toch een serieuze verandering is. En ik ben daar zelf eigenlijk van onder de indruk hoe snel dat kan gaan. Gisteren was er een bijeenkomst bij haar boven hart, dus die derde hartslagdag, was een sectie over cultuur. En als ik dan dus de mensen, voornamelijk mensen uit de cultuursector, hoor praten, dan vind ik wel van ja, kijk, die zitten eigenlijk wel op een golflengte die waar ik mij heel graag aan wil koppelen. En dat is dus knap, vind ik, dat vooruit gaat. En je kunt natuurlijk niet vooruitlopen op die oplossingen of daar een tweede boek van schrijven. Ik denk dat vooral de bedoeling is of dat je moet toekijken hoe dat in de realiteit zich ontwikkelt. En het mooie vond ik dan bijvoorbeeld, en dat is ook iets waar ik in het begin van het boek mee begin, hè, dus je komt op een bepaald moment, zie je na de verkiezingen 2014, zie je dat beleid op je afkomen. En dan was er die zomer met Les Intermittents, die Franse cultuurstrijd. En dat was eigenlijk magnifiek, omdat je ziet dat bestaat eigenlijk al 10 jaar. Dat zijn dus die flexwerkers die samen opkomen. En die hebben eigenlijk al, terwijl wij in België zo allemaal wat verloren liepen, een beweging uitgewerkt die dus structureel is, die lokaal is, die heel duidelijk aangeeft van kijk, we weten dat het gaat over welke waarden dat we voorop stellen, dus dat neoliberalisme, hè, dat grote woord. En die effectief zo hebben gezocht van kijk, wat is het probleem, het precaire karakter van veel mensen, dus de armen zullen nog armer worden, iedereen, je geeft het ook in uw analyse van de kunsten als de moderne van het postfordistische model, hè, dus het prototype. Tegenover die precariteit zetten ze het solidaire eigenlijk, zetten ze sterk naar voren.
Je ziet ook dat ze heel sterk het individualisme proberen af te strijden. En dus die verdeel en heers proberen te boven te komen. Dus daar zetten ze eigenlijk de collectieve kracht tegenover. En dat is eigenlijk heel knap, dat je zo een beweging hebt die vanuit die waarde opnieuw vertrekt. Die heel hard over de grenzen van de sectoren heen eigenlijk probeert te werken. Hè, over die muurtjes heen. En vooral die nadenkt hoe gaan we het eigenlijk met die een analyse maken van die onderbouw die onder druk staat. Want ik denk dat dat het belangrijkste probleem is, als het over cultuurbeleid gaat, dat je ziet dat daar de grote omslag komt. Het gaat niet alleen, want je vermeldde het punt van de meetbaarheid en de bureaucratische organisatie van de sector. Dat is waar. Je hebt dus dat neoliberaal management, dat dus heel veel energie kost, dat is een waterhoofd. Maar het beleid dat nu vooral uitgerold wordt, gaat rechtstreeks naar die onderbouw en zet zich in voor een omslag waarbij dat aanvankelijk in gemeenschapshanden was, openbaar, en dat dus in snel tempo in handen komt van private belangen. En dan zit eigenlijk opnieuw, denk ik, bij dat vals bewustzijn. Ik denk dat dat iets is waar we ons, tot mijn grote verbazing eigenlijk, in Vlaanderen of in België heel weinig bewust van zijn. Terwijl als je dan naar Nederland kijkt of naar het Verenigd Koninkrijk, dan zie je dat daar al, in het geval van het Verenigd Koninkrijk, al 30 jaar aan de gang is. En dat je al direct een balans kunt opmaken van al die problemen dat geeft. De zaken worden duurder, de efficiëntie neemt af. Basisdoelstellingen kunnen niet meer bereikt worden in de zorg of in de cultuur. En dus ja, dat is maf. Dat we dat vals bewustzijn hebben. En ik denk dat je dat alleen kunt ook doorbreken door een boek te schrijven dat ook recht toe, recht aan, niet al te optimistisch, maar dat probleem wat aankaart. Bon, dat was een poging tot een repliek. Ik deel het pessimisme, dus in die zin is het niet... Maar nogmaals, het gaat mij niet over... ik denk uw analyse is correct en zeker ook... het is heel mooi, juist wat je zelf op het einde aangeeft, die voorbeelden uit Engeland enzovoort, laat zien van kijk jongens, het is hier al zo lang gegaan. Dat is het resultaat geweest in de praktijk. En hier gaat men nu, noem je het wiel uitvinden of zoiets. Dat soort van analyse vind ik heel interessant. Mijn commentaar op je boek heeft misschien meer met mezelf te maken. In die zin van dat ik in een fase ben dat ik zeg, zelf heb zoiets van ja, oké, we hebben die analyse nu gemaakt. Die was nog niet voor Vlaanderen gemaakt. Dat is de absolute winst van dit boek, denk ik. En daarvoor is het ook relevant. Het kan ook gebruiken in een soort van discussie, dadelijk op tafel over cultuurbeleid en breder, hoop ik. Maar ik ben erg zoekende naar oplossingen. En dat is voor mij een heel belangrijk stap, denk ik, die sowieso nu moet gemaakt worden. Van hoe kan je, ik ben bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in, hebben corporatieve terugwaarden? Wat zou dat kunnen betekenen? Hoe kan je af van dat romantische beeld van de individuele kunstenaar? Die zich altijd laat naaien omdat hij ZZP'er in Nederland of freelancer in België moet zijn. Dus dat soort van, ja... Ik denk dat het ook onze verantwoordelijkheid is om ook tools aan te reiken om uitwegen te vinden. Ik weet niet... maar ja, ik had ook een andere vraag voor Peter. Wie is de moderator? ik vind dat wel belangrijk. Ik vraag me af hoe jullie eigenlijk vanuit een toch ja, helaas nog hele kleine politieke partij... ik meen dat oprecht op, helaas. Hoe jullie eigenlijk ook op zoek gaan, of hoe jullie op zoek gaan naar die verbreding. En ik bedoel dan niet in de eerste plaats electorale verbreding. Ik bedoel juist die beroepsgroepen aanspreken die eigenlijk niet zo evident zijn voor een PvdA. En ik denk dan in de eerste plaats... eigenaardig genoeg vaak aan kunstenaars en mensen in de creatieve arbeid en de design, maar ik denk ook terug aan mijn chirurgen enzovoort. Dus ik vraag me af of jullie daar ook strategieën rond ontwikkelen, dat soort van goed. U begrijpt wat ik bedoel, hoop ik. Nee, ik denk, om eerst terug te koppelen, uw debat van daarstraks rond hoop of optimisme. Ik vind optimisme geen fout woord trouwens. Nee. Ik ben op middellange termijn ben ik optimistisch. Op korte termijn
gaan wij moeilijke jaren. En dat gaat dan over alle sectoren. En daar moeten we geen blaasjes over wijs maken. We gaan het moeilijk krijgen, want die clash die in heel Europa bezig is en eigenlijk wereldwijd bezig is tussen een situatie waarin de wereldbevolking 1% van de bevolking evenveel heeft als 99% anderen, dat heeft een enorme weerslag op alle vezels van het leven zelf, ook cultuur. En dus we gaan voor een moeilijke periode staan, dat weten we. In die zin ben ik, kan ik wel volgen als jij zegt, ik had die volgorde anders gezien. Maar elke constructie begint toch voor een heel groot deel bij een deconstructie van wat er nu misloopt. Om niet blind te gaan construeren, moet je toch eerst deconstrueren van wat er fout loopt. Dus dat vind ik vind dat wel nodig om te weten wat er in Europa of op de kunstwereld. Maar ik ben op langere termijn optimistisch. Dus op termijn van 15 jaar. Omdat daar waar het nu het hardste toeslaat, daar vinden allerlei nieuwe gebeurtenissen plaats. Bijvoorbeeld in Spanje, hè, wat er daar gebeurt. Je kan Ada Colau, waarvan men 4 jaar geleden dezelfde woorden uitsprak als jij tegenover ons nu. Jullie zijn toch een kleine formatie. Er is hoop. Maar Spanje is een andere situatie. Maar je kan zo iemand als Ada Colau niet loskoppelen van de coöperatieven die in die stad gebeuren, van sleutelmakers, het zijn geen chirurgen, maar zelfstandige sleutelmakers die het beu zijn om de politie te helpen om mensen uit hun huis te zetten, van verpleegkundigen die de verbinding maken met de jongeren die op de pleinen zitten, van actiegroepen. Dus er is van alles aan het broeien. Er is trouwens een ander boek van Epo, van Tine Hens, Klein Verzet, heet dat. En dat brengt heel wat interessante, ook minder interessante, maar ook heel veel interessante domeinen bij elkaar. En dat is ook wel bezig in Europa. En ik heb het gevoel, er is een soort winterslaap geweest van 20, 25 jaar om heel veel redenen. En je kan nu de schijnwerper richten op die winterslaap, of je kan de schijnwerper proberen te richten op datgene dat je ziet kiemen en ontbloeien. En ik denk, om die hoop terug te cultiveren, moet je dat ook doen. Ik denk dat ook in de kunst- en cultuurwereld. Ik ben er niet zo in thuis als jullie, maar ik zie toch ook rond sociaal-culturele organisaties die de nek uitsteken, die een engagement opnemen, die de handschoen opnemen. Ik zie het geval van Hart boven Hart. Dat is 20 jaar niet geweest, dus waarom zetten we die schijnwerper daar toch niet meer om? Dat is de bron, denk ik, van het nieuw soort coöperatieven. Je gaat niet meer het systeem krijgen van de vooruit, denk ik, van 100 jaar geleden. Je gaat nu het systeem krijgen van hart boven hart, van de klimaatactiegroepen, van Straten-Generaal en zo verder. Dat zijn nieuwe. En dan het laatste punt in mijn optimisme is, ik denk ook dat verbinden is niet alleen het verbinden van die groepen, maar is ook het verbinden van het model dat je naar voren schuift. En ik denk, tegenover een bepaalde samenlevingsvisie die de mens heel hard reduceert tot iemand die koopwaar zelf is en die zijn arbeid moet verkopen en alleen voor winst op. Een totaalbeeld van een andere mens, een culturele mens, naar voren schuiven. Echt waar, die boodschap die bindt u met heel veel groepen in de samenleving. Daar ben ik heel zeker van. Ik heb het dan niet alleen over havenarbeiders of mensen die met een truck rijden, camionchauffeurs. Maar er zijn heel veel groepen die eigenlijk op dezelfde manier worden benaderd. En dan denk ik, alsjeblieft, sla die bruggen en probeer zelf een tegenbeeld, een tegenhegemonie, zoals jij het dan noemt, op te bouwen. Een ander mensbeeld. En dat doe je op 10 jaar. Dus als je nu zegt, ik kom pas in verzet, ik zeg niet dat je dat zegt, als ik binnen 3 jaar resultaat ga zien, ja, blijf alsjeblieft in je zetel zitten. Zo werkt dat niet. Ik bedoel, men heeft dat 20 jaar doen binnencijpelen, heel dat gedachtegoed, ikke. En de heropbouw. Dat gaat ons 10, 20 jaar kosten. Dus engageer u voor 10, 20 jaar om die tegenbeweging. En ik denk dat optimisme heeft ook met het lange termijn perspectief te maken. Niet alleen met de quick wins van het verzetten. Misschien iets zeggen wat. Deze misschien? Of moeten we niet? Nee, dat de discussie over de analyse maken van de stand van zaken en durven zeggen dat die heel somber is. Hè? Het is bijna een misdaad om over bomen te spreken, omdat het een zwijgen inhoudt over zoveel onrecht. Hè? Dat werd in de jaren 30 gezegd. En tegelijkertijd uitzien naar op zoek gaan naar wat dan een alternatief zou kunnen zijn voor die impasse. Dat is een heel moeilijke evenwichtsoefening die we ook met hart boven hart hebben moeten maken. Want met hart boven hart zijn we echt wel gestart met die analyse van, oei, gelijk als het nu, gaan we regelrecht naar de afgrond.
met de afbouw van alles wat waardevol is voor de samenleving. En dus initieel was Hart boven Hart echt wel een verzet tegen wat er misgaat in het kapitalisme dat op alle fronten in crisis is. Maar we zijn al heel snel gekomen tot harte wensen. En ik vond dat wel zo typisch iets nieuw woord, harte wensen. Want we hebben altijd geleerd dat het moet gaan over eisen. En nu in één keer komen we met harte wensen. En dat is een veel meer een ideologisch concept. Wat wenst het hart? Maar daarmee krijg je direct een nadenken, collectief, over welk mensbeeld heb je, welke visie heb je op de samenleving, en gaan we dan genoeg verbeelding weten op te wekken om naar die harte mensen toe te werken. En dan denk je ook totaal out of the box. Want natuurlijk, je kunt ook reageren tegen Sven Gats en alles wat hij doet. Om dan in de box te blijven denken. En dan kan je misschien een aantal dingen redden. Maar je gaat zeker niet de crisis van de cultuur opgelost krijgen. En dus die combinatie van die harte wensen maken en durven aanklagen waar dat het systeem echt wel is vastgevaren, die combinatie op een goede manier kunnen maken, dat is volgens mij ook, dat moet de garantie zijn dat die hart boven hart kan zich ontwikkelen. Want als we te veel in het ene zullen vallen of te veel in het ander, dan is het waarschijnlijk het succes niet gegarandeerd. En dus kun je nu zien, want bijvoorbeeld voor de nieuwe parade die we gaan houden met hart boven hart dit jaar, gaan we echt de klemtoon leggen op de grote stroom van de alternatieven. Om een beetje, zoals in het boek van Tine Hens, zoals Peter zegt, eens te kijken wat er allemaal al van de nieuwe samenleving zich genesteld heeft in de samenleving van vandaag. En daarmee dat je wel kunt zeggen, kijk een keer, we hebben een pessimistische, we zitten in donkere tijden, maar je ziet wel al, de kiemen van het nieuwe zit er vandaag in. En ik denk, wat het voor hart boven hart zo belangrijk is, dat is om te laten zien hoeveel van zo'n kiem er wel zijn. Want dikwijls zit iedereen in zijn eigen compartiment, in zijn eigen milieu, en heeft hij eigenlijk nog maar een half benul over wat dat er eigenlijk allemaal van nieuws leeft. En ik vind in het boek van Robrecht is een paar keer inderdaad sprake van Gramsci en zo, en ook over die ideeënstrijd. Want ik denk dat dat een onderdeel is van die ideeënstrijd, om al die alternatieven te leren kennen. En ook de alternatieven die we misschien... Gisteren zat ik in de hartslagdag op de werkgroep rond zorg. En daar werd gezegd, de mutualiteit is wel een alternatief. Dus we beleven dat wel helemaal anders dan als een alternatief misschien. Mm. En dus een heel nadenken over wat allemaal grote en kleine alternatieven kunnen zijn. Maar in functie van een mensbeeld en een samenlevingsbeeld dat anders is dan het kapitalisme van vandaag, dat denk ik dat het nieuwe is dat we beleven. En, want ik heb het boek van Robrecht een beetje geredigeerd. Ik denk dat die twee elementen, ook alle twee, misschien niet altijd evenwichtig, maar wel met bewust in het boek zijn gestoken. Want we hebben zo lang gediscuteerd, moet er nu echt zoveel over hart boven hart in staan? Want dat was dan nog in de begindagen van hart boven hart. Toen wisten we nog niet dat inderdaad de wind van achter had. Maar ja, en dat is misschien moet er inderdaad een vervolg op komen. Want op een of andere manier is wel het boek ook, Robrecht heeft dat gezegd, cultuur is een spiegel van de samenleving, maar dat boek is voor een stuk ook een spiegel van wat de progressieve beweging in Vlaanderen of in België wel de laatste 2 jaar heeft beleefd en welke vooruitgang dat er ook gemaakt is. Dat denk ik wel. Ja, maar ik denk, nogmaals, het wordt aangehaald, hè, maar, ik wil gewoon een vervolg op een boek, dus ik wil daarop. wat ik belangrijk vind, is wat ik denk, en ik denk ook dat Robrecht dat het letterlijk zegt ergens, wat is heel belangrijk nu, debat enzovoort. Maar we zitten nog heel erg in die fase. En dat is dus de fase van het protest, de fase van het debat. En ja, ik hoop dat we heel snel verder zijn met echt hands-on, nieuwe organisatievormen, nieuwe manieren van ontwikkelen, een andere mutualiteit als dat moet, of die mutualiteit als dat moet. Maar dit soort van oriëntatie, dus het volgende boek is misschien ook wel een hands-on boek daarover. Snap je? Allee, bedoel, hoe kan je nu dit soort van praktijken mee opzetten enzovoort? Dat is wat. We kunnen samen een voorbeeldenboek maken. Ja.
Ja, slotwoordje. Het is veel over Harbo van Hart gegaan. Er zijn ook andere voorbeelden. Ik probeer ook wel veel voorbeelden in het boek te geven. En een voorbeeld dat ik zelf van die bij heb kunnen volgen, was het een kunstenaarscollectief, State of the Arts, in Brussel. En dat is eigenlijk zeer spontaan op gang gekomen vanaf het moment eigenlijk dat je dat nieuw cultuurbeleid eigenlijk krijgt. En dat was eigenlijk heel knap om te zien, en die zien wel optimisme, hoe dat die kunstenaars eigenlijk elkaar vinden, hoe dat ze heel dat debat door moeten en in alle meningsverschillen en ook spanningen die erbij komen. Maar ze zijn er wel in geslaagd om gewoon zonder middelen een symposium en workshops te organiseren. We hebben ook volgende woensdag, in dit geval niet alleen State of the Arts, maar ook met NECC en het Kunstenpunt en OCCO, in het gebouw van het ACOD een workshop waar ze echt gaan nadenken van kijk, hoe kunnen we die zaken anders aanpakken? En dat gaat dan specifiek over het idee van het fair practice of een fair trade label toe te passen. En dat is dus heel knap om te zien dat je die groeperingen krijgt van kunstenaars die het anders willen aanpakken, de tijd nemen om die discussie te voeren, zich organiseren, bijvoorbeeld dat eerste symposium, dat was dan in de Munt, hè, een federale instelling. En uiteindelijk waren ze wel bijna de enigste die dat aan het doen waren. Heel die cultuursector was geïntimideerd door de nieuwe minister. Ze moesten nog een subsidiedossier schrijven tegen de volgende ronde die er nu aankomt. Dus je ziet direct zo bijna een enorme stilte die daar ineens opduikt. En die gingen eigenlijk rustig door. En het mooie is dat het blijft niet alleen op het idee van we gaan wat ideetjes poppen. Hè, het wordt eigenlijk structureel dat ze het beginnen uitwerken. En ik vind dat wel verbazend. Dat er dus vanuit die wil om te denken en om te denken, dat er eigenlijk die stap om naar effectieve dingen anders aan te pakken, soms gewoon op niveau van een beslissing zit. Van we gaan dat nu zo doen. En dan is dat zover. En ik hoop dat ik ooit misschien, als mijn vriendin dat tof vindt, en nog eens met een boek bezig mag zijn, waarin ik allemaal positieve voorbeelden kan zetten. Voilà. Is dat een slotwoord? Dan is nu... Nu gaan we het glas heffen op het nieuwe boek, neem ik aan, zeker. Hè? Ik heb al gehoord dat het boek verplichte lectuur gaat worden voor een aantal studenten. Ik heb al perspectief gezien voor een nieuw boek, dus we moeten zeker en vast een keer goed iets drinken. Dank u wel allemaal. Thank you.